Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. Ik ben Maurice. Ik ben Patrick. En dit keer gaan we het hebben over The Circle. The Circle met Tom Hanks in een bijrol. Ja, maar wel een duidelijke bijrol. Dus... Klopt. We zijn ook weer Emma Watson, toch? Emma Watson. Ja, je kent van Harry Potter, hè? Klopt. Andere... Ja, ze is groot geworden, hè? Ja. Kleine meisjes worden groot. Ja. Nee, maar speel goed. Ze speelde heel goed, ja. Ik vond het een integrerende film. Ja. Als je een beetje van computers houdt en je weet een beetje wat Apple is, en je weet een beetje wat Google is. Ja. Nou, dan heb je dat weten de meesten wel. Ja, dat is Google is, wat dat betreft. Nee, maar dan weet je gewoon, de Circle is gewoon daarop gebaseerd. Op niet zo'n grote bedrijf. Klopt. En het is een vergaand, strekkend technologisch probleem wat we kunnen hebben in de toekomst. Het gaat heel erg om privacy en hoe ver trek je de grens tussen alles en iedereen, alles weten en een hoop kennis vergaren en dat soort zaken, zonder dat je privacy schreef. Ik denk dat het eigenlijk niet eens zo ver toekomst is, want vergeet natuurlijk ook even Facebook, dat is natuurlijk ook dat alles met posten. Nou ja, dat komt eigenlijk op neer, die film, je moet bijna alles posten om betrokken te blijven. Om betrokken te blijven bij de gemeenschap, daar gaat het om. Ja, privacy is in feite een misdaad, dat komt op neer. En dat is natuurlijk een hele aparte manier van benadering. En dit boek is trouwens in 2013 geschreven door Dave Eggers. En die heeft ook meegewerkt weer in dit screenplay. Dus het is best wel een recent boek eigenlijk. Ja. En het heeft ook een beetje een terugblik weer op George Orwell. Die heeft in 1948, 1984 geschreven. En daar zijn heel veel dingen over, die voorspellingen, die zijn langzamerhand echt geworden. Ja, klopt, Dus ik hoop niet dat dit boek ook helemaal de waarheid gaat worden. Ja. Want dan zit er wel best wel een verziekte samenleving. Klopt, ja. Dus ja, dat vond ik wel interessant. Tom Hanks speelde goed, maar speelde goed. Heel aannemelijk. Zoals hij ze, dat vond ik heel interessant. Het waren eigenlijk best wel Hij was duidelijk de Steve Jobs. Ja, van Steve de, Jobs. Maar dan de kwaadaardige versie ervan. Klopt. Maar hij verdraaide zo zijn argumenten dat je dacht, nee, dat klopt. En als je goed nadenkt van, nee, dat klopt helemaal niet. Nee, dat is wel, je moest wel bij de les blijven. Ja. Maar ik snap heel goed dat je wel in van zo'n personage mee kan gesleurd kan worden in zijn ideeën. Ja. En zijn filosofie en dat soort zaken. En, het is een film die je een beetje tot denken zet, ook. Dan liep een beetje weg, discussierend over bepaalde dingen die kunnen en die niet kunnen. En, waar, wat voor wereld leef je tegenwoordig? Waar de datamining eigenlijk continu aan de gang is eigenlijk. En, daar praten we over. Even nog een eervolle vermelding, vind ik wel. John Boyega, uit zijn bijrol. Ken je natuurlijk van Star Wars inmiddels. Ja. En die was eigenlijk de uitvinder van alles, maar die had eigen gewetensbezwaren. Gewetensbezwaren, En dat is wel leuk dat je die zag. En ik moet wel heel erg zeggen, dat personage, ik dacht eerst toen ik dat personage voor het eerste keer zag in die film, toen dacht ik, oké, dat is een personage wat we vaker gaan zien, wat prominent in de film wordt getoond. Maar dat was helemaal niet zo. Die had het tijdelijk te druk met andere projecten waarschijnlijk. Kan, maar het hoeft ook niet eerlijk gezegd. Want ik vond het wel, ik vond dat Tom Hanks en Emma Watson, dat is echt... Daar die droegen hem wel, Die moet droegen voor de rest. En ik had Karen Gillian, die speelde de rol van Annie. En ik heb even opgezocht, die speelt wel meer rollen, alleen zul je waarschijnlijk niet herkennen. In The Guardians of the Galaxy speelt ze Nebula, dus die blauwe vrouw. Meen je niet? Ja. Dat zou je niet dat ga ik niet zeggen. Nee. Dat hoor ik nou voor het eerst van jou. Ja, dan. Dat heb je weer opgezocht omdat ik het wist. Dat is stiekem het, hè? Ja, zo probeert iedereen te verrassen altijd. Hier aan tafel ook, hoor, moet ik zeggen. Nee, maar dat is gewoon leuk. Ben jij niet verrast? Nee, hij is ook verrast. Hij is ook verrast. Ja, maar ik ken John Boyega weer goed. Nou dus dat is wel Nee, maar dat is... dus dat vond ik even grappig. Ik denk, die vrouw heb ik vaker gezien, dus... Jij dacht van, die vrouw heb ik vaker gezien. Ze heeft lang rood haar, heb ze. Ja, en toen dacht je, hey, die heb ik vaak gezien. Is dat niet die blauwe uit de Guardians of the Galaxy? Ja, nou, volgens mij ziet het er iets anders uit, maar oké. Nee, we zouden doen het dus, ik heb ook even gegoogeld te kijken en dan denk ik, grappig. Dus er zaten toch wel wat talenten in deze film. Ja. En dat vind ik, dat droeg hem wel. En ik denk wel dat je, als je hem wilt zien, dat je wel vrij rap naar de bioscoop moet gaan. Ja. Want ik denk dat hij er vrij snel, dat deze film uit de bioscoop is. We hebben hem al in een klein zaaltje gezien. Ja. Hij is volgens mij nu 2 weken. Dan wordt hij getoond en ik denk dat hij daar in een rap tempo weer uit is. Net zoals bijvoorbeeld The Founder, een steen goede film was dat, vond ik. Die hebben ook maar een paar weken gedraaid en zien eruit. En dit is net zo'n film die goed verhaal, maar snel denk ik doordraait. De Circle is wel op zich een begrip voor heel veel mensen. Mensen kennen het of hebben wel eens van het boek gehoord, laat ik zo zeggen. Ja. Alleen dat gevoel heb ik. Ik heb het gevoel als ik kijk naar het verleden, dat soort films, een klein zaaltje, de tijden waarop die getoond wordt. Ja. Hij wordt niet alle dagen getoond, hij wordt maar op één tijdslot getoond. Dus weet je, ik denk dat hij er snel uit is. Dat is meestal de cyclus daar. Ja, maar het is ook een film. Ik vond het wel een goede film hoor, dat daar niet van. Maar het heeft geen speciale bioscoopgevoel. Nee, dat klopt. Dus aan de kant. Normaal zou je zeggen straight to DVD, maar nu is het straight to Netflix. Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus. Maar zo gelijk cijfer geven? Ja, doe maar. Ik geef hem een 7. Ik geef hem ook een 7.
Ik vind het een mooi cijfer voor deze film. Dus wat dat betreft... Maar ik denk, en dat zeg ik er wel bij, wij zijn allebei best geïnteresseerd in computers en het hele gebeuren. Dus, dus we waren niet verrast. Ik denk als misschien een oude generatie die niets met computers heeft, die zal dan denken van, wat gebeurt er in de wereld? Klopt, maar daarbij zeggende, wij zaten naast een stel en dat was de oude generatie. Dus blijkbaar heeft die toch wel wat, wou die wat mee. Dus ik veel. Dus dat was wel even om te doen. Nou, we gaan afsluiten. Oké, tot de volgende keer weer. Hey, tot ziens.